Dit is een vreedzaam protest en dan zouden ze dat ook nog van je af willen nemen. En het is geen dikke vinger naar de veteranen of naar de oorlogsslachtoffers, absoluut niet. Het betekent land in nood. Nieuws. Ja, Ingeborg, Arno, we staan hier op een enorm groot weiland. Daar zijn een aantal omgekeerde vlaggen. Waarom hangen die daar? Als protest tegen de overheid. Omdat ze helemaal niets, maar ook niets oplossen. Zowel niet voor de boeren als voor de burgers. Lekker bezig. Deze vlaggen moesten eigenlijk van de gemeente Utrecht moesten die weg. Wanneer kregen jullie een brief van de gemeente Utrecht en wat stond daar precies in? Ongeveer een maand geleden dat alle vlaggen weg moesten. En dat er een dwangsom kwam van 1000 euro per week tot een maximum van 4000 euro. En dan halen ze ze alsnog weg. Ja. Dus we hadden niet veel keuze eigenlijk, behalve nu dus in protest gaan. En toen zeiden jullie van nou, we gaan dat helemaal niet doen. We gaan die 1000 euro per week betalen en we gaan ze ook niet omdraaien. Dus wat hebben jullie toen gedaan? Contact gehad met de jurist van de FDF eigenlijk, Max Hazelkamp. En gekeken of er mogelijkheden waren om daar tegenin te gaan. Ja. En dat heeft hij op zich genomen. Nou, met het positieve resultaat in dit geval, ja. Want jullie hebben de rechtszaak gewonnen. De gemeente Utrecht heeft jullie gelijk gegeven. Het valt onder vrijheid van meningsuiting. Ja, dat klopt. Democratie heeft gewonnen. Ja. Waarom denk je dat de gemeente Utrecht er een statement over wilde maken dat jullie ze nu moesten omdraaien en anders 1000 euro per week boete kregen? Omdat de provincie Utrecht, die vond het natuurbeheer. Natuurbeheer? Ja, natuurbeheer. Wat vind jij ervan? Maar waarom blijven die vlaggen dan zo belangrijk? Kijk, als ik op de trekker stap, dan word ik volgens sommige trekkertuig genoemd. Doe ik dingen die niet mogen, dan zijn we terroristen. Dit is een vreedzaam protest en dan zouden ze dat ook nog van je af willen nemen. En het is geen dikke vinger naar de veteranen of naar de oorlogsslachtoffers, absoluut niet. Het betekent land in nood. Dus jij zegt eigenlijk van dit is de meest vreedzame manier om te protesteren. De gemeente Utrecht, stel je niet zo aan. Absoluut. Maar wat moet er nou specifiek gebeuren voor jullie boeren? Willen jullie niet meer het gevoel hebben dat jullie in noodtoestand zijn? Ze zullen sowieso een oplossing moeten bedenken die ook een beetje bij ons past. En dan moeten ze eens een keer doorzetten van, ook al is het heel vervelend, maar we schieten nu niks op. Ze beloven wat, maar er gebeurt nog niks. Dus ze lachen alles weg. Je weet gewoon niet waar je aan toe bent. En het is gewoon heel belangrijk dat je op een gegeven moment wel weet als burger zijn, ook, nou dat gaat er gebeuren, het is heel vervelend, maar dan kun je voorlopig vooruit. Wij zijn geen criminelen. Dus eigenlijk waar het nog steeds op neerkomt, de boeren hebben perspectief nodig. Ja, zeker. Heel belangrijk. Denk je dat je dat op korte termijn gaat krijgen? Nee, maar we blijven strijdbaar. Met je vlag. Ook dat. Dat niet alleen. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan en druk op het belletje. Doen!